Hoi, voor deze aflevering ga ik aan de slag voor mijn bloempotten in de voortuin. Om mijn bloempotten het hele jaar door een beetje leuk en in bloei te houden, moet ik dus een paar keer per jaar aan de slag, of een paar keer in het jaar aan de slag. Nou, vandaag is dus een van de dingen die ik dus moet doen. In dit geval ga ik de viooltjes die ik gezaaid heb, die ga ik dus planten in kweekpotten. Nou, in deze aflevering zal ik je dus wat meer vertellen en laten zien over wat ik doe om mijn bloempotten het hele jaar door, elk seizoen, toch even wat moois en wat kleur te geven. Dit jaar hoop ik dat ik al een stap dichterbij ben gekomen bij het krijgen van winterviooltjes. Tot nu toe kreeg ik mijn viooltjes eigenlijk alleen nog maar in de lente in de bloei. Maar ik heb dit jaar al in de zomer, als het goed is, geloof ik zelfs al in juni of misschien juli, maar ik denk in juni, heb ik de viooltjes, de zaden die ik heb geoogst, die heb ik dus gebruikt om opnieuw te zaaien. Nou, hier zie je dus dat de viooltjes al goed gegroeid zijn, vooral deze. En die zijn dus al groot genoeg en hopelijk zullen ze dus deze winter gaan bloeien. Het is dus nu herfst. En dan moet ik het hebben van mijn herfstbloeiers, mijn bolgrisant die je hier ziet. Dus een bolgrisant die ik dus al ruim 2 jaar geleden heb gekocht. En elk jaar gaat hij dus weer mooi aan de praat. Nou, die ook, maar dat is een stekje, want ik heb de originele grisant, die ben ik verleden jaar kwijtgeraakt. Maar hier zie je dus nog een stekje ervan. En verder heb ik nog een paar bloeiende grisanten die ik allemaal gestekt heb van de buurvrouw. Dat is haar plant en daar zijn dan dus daar de stekjes van. En hier zie je dus een van mijn jonge bolgrisanten, die dus ook een stek is van die. Nou, straks zijn mijn bolgrisanten uitgebloeid en geven ze dus geen kleur meer. Dan wil ik de rest, dan ga ik dus deze potten leeghalen. De grisanten, bolgrisanten gaan in mijn achtertuin om te overwinteren. En dan ga ik dus al deze potten die dan vrijkomen, ga ik dus volstoppen met viooltjes die dan in de lente zullen gaan bloeien. En dat zijn dus de viooltjes die je net zag. De zaden zijn uitgekomen en die ga ik dan dus in kweekpotjes plaatsen. Voordat ik zo meteen verder ga vertellen over mijn bloempotten, ga ik nu eerst aan de slag. Ik ga de viooltjeszaden die uitgekomen zijn, die ga ik nu in kweekpotten plaatsen. Ik zaai de viooltjes altijd het liefst zoals je dat hier ziet. Wc-papier knip ik allemaal in stukken. Ik maak het wc-papier nat en op elk reepje wc-papier plaats ik dus een zaad van de viooltjes. Ik moet zeggen dat dit al poging 3 of poging 4 is deze herfst. De voorgaande pogingen waren allemaal mislukt. Of zo nu en dan zag ik wel iets gebeuren, alleen zetten ze niet door en kwamen er geen groene blaadjes tevoorschijn. Of zoals je hier ziet gebeurt er gewoon helemaal niks. Toen kwam ik tot de conclusie dat deze zaden gewoon te oud zijn. Het waren zaden van die ik 2 jaar geleden heb gekocht. Mijn nieuwe poging dus heb ik gedaan met verse zaden die ik dit jaar geoogst heb in de zomer. En zoals je ziet gaat dat dus gewoon uitstekend. Alle zaden zijn uitgekomen. Dus ben je voor jezelf aan het zaaien en het lukt maar niet en het lukt maar niet en je snapt niet waarom. Soms is het gewoon heel simpel. Sommige zaden zijn te oud en hebben geen kiemkracht meer. En dan kun je beter nieuwe zaden kopen. Het overplanten is erg makkelijk. Ik doe het eigenlijk meestal met een pincetje. Ze groeien dus, even kijken, even een goede pak hoor. Ze groeien zo uit op mijn wc-papier. En dan, kijk of die inzoomt een beetje. Nee, niet echt. Zo dan. En dan, je ziet de wortels, zie je ook gewoon zo er overheen groeien. En als je ze dan beetpakt, bijvoorbeeld met een pincetje, maar dat kan ook gewoon met je vingers. Op de plek waar er dan geen wortels groeien, dan gaat het gewoon helemaal goed en is het helemaal prima. Nou, dat maakt het overplanten dan ook zo gemakkelijk. Je maakt gewoon zo een klein plekje in je potje en dan grond er overheen. En dan goed water geven. En dit is eigenlijk al voldoende. Niet te hard drukken, de wortels zo min mogelijk verontrusten. En dan gewoon zo laten staan. En dan blijft dit dus allemaal staan totdat mijn bolgrisanten uitgebloeid zijn. En dan gaan de bolgrisanten uit de bloempotten, die gaan in de achtertuin in de volle grond. En dan gaan dus deze viooltjes gaan erin en in de lente zullen ze mooi bloeien. Zoals ik al zei, ik heb dit zaad dus zelf geoogst. Zelf oogsten van je eigen viooltjeszaden is heel gemakkelijk. Je wacht tot de bloemetjes uitgebloeid zijn en dat de bloemblaadjes zijn weggevallen. En dan zie je dus de stukken waarin de zaden zitten. Nou, je kan die stukjes wachten totdat ze vanzelf open gaan. Dat doe ik altijd, dat is het makkelijkst. En dan haal je dus de zaden eruit. En dan stop je ze dus in je geknutseld papierzakje en dan bewaar je ze totdat je ze gaat zaaien. Al mijn viooltjes zitten in de potjes, in de kweekpotjes. Nou,
perfect. Ik hoef de komende tijd hier helemaal niks meer mee te doen. De natuur die doet het allemaal zelf. Ze krijgen dus genoeg zonlicht van hier buiten. Ze worden nat geregend, dus krijgen gewoon genoeg wat regen betreft. Viooltjes zijn hele langzame groeiers. Dus dat betekent dat ik de eerstkomende weken, maanden eigenlijk heel erg weinig, bijna niks hoef te doen. Ik zeg even heel erg weinig, want het enige wat ik wel doe, en daar zal ik zo meteen iets meer over vertellen, is plantenvoeding geven. En dat doe ik 1 keer per maand. Dus verder hoef ik echt helemaal niks te doen. Nou, dan vraag je je misschien af, waarom zou je je eigen viooltjes zaaien, terwijl je ze heel goedkoop in de winkel kan kopen. Soms zelfs in aanbiedingen van 10 cent per viooltje. Heel simpel, als je ze dus zo zelf zaait, dan doe je het zo natuurlijk mogelijk. En in de winkel zijn de viooltjes vaak bespoten. De bijen die daarop afkomen, die kunnen daar dus ziek van worden en die kunnen daar dan dus dood aan gaan. Nou, de viooltjes die je dan dus zelf zaait, die bespuit je niet. De bijen die dan komen, die worden daar niet ziek van. Die kunnen daar dus echt profijt van hebben. En jij zelf ook, want de viooltjes die je zelf hebt gezaaid, omdat ze onbespoten zijn, kan je zelf ook gebruiken. Je kan ze gebruiken bij je koekjes, je kan ze gebruiken voor je gebakjes en je taartjes mee te decoreren. Dus dat is natuurlijk een leuke extra. En je kan ze ook gebruiken in je salade. Dat ziet er natuurlijk leuk uit, maar ze smaken ook best wel lekker. 1 keer per maand geef ik dus plantenvoeding. Ik gebruik daarvoor gewoon een potje die ik heel goed koop. Ik geloof voor €1,79 koop bij Action. 1 keer per maand doe ik dit dus in mijn gieter. Achterop de fles staat precies hoeveel je erin moet doen. In mijn gieter. En dan geef ik dus wat water. En daar gaan ze dus heel erg goed en gezond van groeien. Ik moet eerlijk bekennen dat deze nog niet zo heel veel plantenvoeding heeft gehad. Maar goed, viooltjes doen het ook zo wel prima. Waarom dan zelf viooltjes zaaien? Ze zien er vaak veel mooier uit. Bloeien veel uitbundiger dan de viooltjes die je dus in de winkel koopt. En dat is dan dus ook weer een hele mooie beloning. Ik hoop dat je veel hebt kunnen laten zien over viooltjes. En ik wens jullie zelf ook veel succes. Misschien ken je wel iemand in de buurt die zelf viooltjes in de tuin heeft of had. En misschien ook wel zaden verzamelt. En in de zomer kan je bijvoorbeeld ook vragen, als je bij iemand viooltjes in de tuin ziet, of je misschien de zaden zou mogen verzamelen. En dan even kort over de bloempotten. Nou, op dit moment zijn dus mijn herfstbloeiers in de tuin. Maar die gaan er dus uit. Of in mijn bloempotten, maar die gaan er dus uit wanneer ze straks uitgebloeid zijn. En daar komen dan de viooltjes allemaal voor in de plaats. Dat blijft dan de hele winter staan. En dat gaat dan in de lente allemaal bloeien. Want dat gaat echt prachtig bloeien in de lente. En dan later, wanneer zij dus bijna uitgebloeid zijn of uitgebloeid zijn, gaan dus de viooltjes eruit. En dan komen allemaal geraniums en petunia's erin die de hele zomer zullen blijven bloeien. En die blijven er dan in totdat ik de tuin weer winterklaar ga maken. En dan gaan dus weer de herfstbloeiers erin. En dan gaan dus weer de viooltjes erin. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.